En jij mag, ja, je hebt natuurlijk zo ontzettend veel repertoire, dat lijkt me ook een rijkdom, hoor, zo'n schatkist. Je mag Major Kees weer uit de kast halen. Daar moet je wel heel veel plezier in hebben, denk je niet? Heel erg, ja. Ja, toch? In geval van Robin Hood is het Major Kees geworden. Ja, is het Major Kees? Ja, de groene majoon heeft hij natuurlijk aan. Godzalle, machtig, hè? Ja, is het zo'n soort voorstelling ook? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dit soort woordgrapjes? Ook, ook. Ook, ja, ja. Ook, ook. Nou, die maakt Ali B veel. En dan... Ali is daar weergaloos in. Dan keuren we ze... Hoe belangrijk was Major Kees? Laat ik het jou eens vragen, Erik, als cabaretdeskundige. Ja, toen ik een jaar of 8 was, heb ik Bram uit de commune op een bruiloft een keer ten gehoor gebracht. En niet lang daarna zal ik ook Major Kees ten gehoor gebracht hebben geworden. Ja, dat moest je kunnen. Net als later Bob de Rooij en de vieze man. Je moest Major Kees kunnen. Ja, laten we even kijken. De conferentie, dit is volgens mij de eerste keer dat je hem doet. En dan is het leger moet democratischer en moet allemaal vriendelijker, geloof ik. Ja. Je hebt 4 versies of zo. Ik denk 2 of 3. Laten we even kijken, jongens. Het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken als voorwaarts arru. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts eins. Wie zit er mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik de hele zin opnieuw gaan lezen? Het commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in... Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten... in een door een zelf gekozen richting. Ja, die kennen we toch echt uit ons hoofd, hoor. Ja, ja, ja. Wie is er Robin Hood eigenlijk? Daar wordt toch om geknokt. Ja. Ja. Wordt om geknokt? Nou ja, Viggo is toch meestal het snelste, dus die zou het dan misschien wel worden. Maar een deel van de voorstelling gaat op aan de strijd wie Robin Hood moet worden, ja. Ja, dat had ik natuurlijk niet mogen zeggen. Nee, je verklapt iets. Ik verklap iets. Ik zal het niet herhalen. Ik zal het niet herhalen. Hij sprak er gelukkig doorheen. Dus ja. We gaan het straks hebben over de kunst van het imiteren. Dat hoort ook bij cabaret. Jij hebt hier een raar akkefietje aan je staart op dit moment. De erven Geesink. De erven, met Anton, jawel. De erven van Anton. Ja. De erven van Anton Geesink. Ik geloof zijn kinderen. Die willen van jou 50.000 euro. Ja. Omdat jij hun vader te veel hebt misbruikt of gebruikt ter eigen glorie. Nou, er lag gewoon een rekening in de bus. Van? Zoiets, hè? Van precies 50.000 euro. Zonder enige uitleg, zonder aankondiging. Van hemzelf? Nee, ook niet van de advocaat. Oh. Alleen van henzelf. Dus ik heb zeker 2 weken gedacht. Hier zit Henk Spaan achter. Weet je, iemand flikt mij een geintje. Maar toen kwam er een soort aanmaning en nog eens één. Dus ze denken echt dat ik daar nog voor zou moeten betalen. Maar even kijken naar de ik wil ook straks de reactie van Paul horen. Eerst even Anton Geesink met Paul en Witteman. Die zegt wat het voor hem heeft betekend, die imitaties van jou. Als er één van moppen houdt en dolle maken, ben ik het. Maar ik vind dat satire moet op een gegeven moment ophouden. Ik vind, zoals hij doet, mag gerust 2 keer gebeuren. Zeg 3 keer. Maar als het meer gebeurt, heeft het niet met satire te maken... dan heeft het met kaalstellen te maken. Ja, meneer Geesink, u bent kapot gemaakt door Erik van Muiswinkel. Ja, ik ben er ook niet meer, dus kijk je dat. Nee, hij had er blijkbaar zelf last van. Hij werd erop aangesproken en zo. Maar ja, kijk, Balkenende is 8 jaar non-stop... door 27 verschillende imitatoren kapot gemaakt. Daar moet je dus inderdaad wel tegen kunnen. Begrijp je er iets van, Paul? Nee, iemand die heel veel wordt nagedaan en in zijn eigen nadeel, zo ervaart hij het... en misschien wel inkomsten derft omdat mensen hem niet meer serieus nemen. Zou best kunnen in het geval van Geesink. Nee, absoluut niet. Maar ja, als je geen gevoel voor humor hebt, dan houdt het op. Ja. Maar het wordt ook meestal door de meeste mensen die worden geïmiteerd... vinden het zelfs mooi en vinden het een eer. Ja. En rekenen het zichzelf niet aan als ze niet worden geïmiteerd. Je moet een rekening sturen. Je moet gewoon een advocaat erop zetten. Een bekende gewoon maken een rekening van. Voor de minuten die ze airtime hebben. Ik heb ook geen idee welke kant dit verder opgaat. Ik weet wel dat omdat zijn filmpjes, zeg maar... of die filmpjes waar, van Studio Spaan waarin ik zat... die werden steeds vaker op allerlei plekken vertoond. Ook hier achter zijn rug had hij duidelijk niet op gerekend. Opeens was hij daar weer levensgroot. Was mijn imitatie er weer. En daar had hij de pest over in. En, dan zeg ik, daar ben ik weer. Terwijl ik heb het inderdaad maar 3 of 4 keer gedaan. Meer was het niet. En af en toe maar het was blijkbaar genoeg. Jij bent ook nagedaan. Ja, door hem. Goed. Onder andere, ja, kan het goed. Ja. En kunnen we naar kijken, maar veel leuker was misschien nog... dat hij een ongelofelijke act gemaakt heeft van de Paul van Vliet, de Chinese Paul van Vliet imitator. Ja. Hoe vond je dat? Dat vond ik een van de beste nummers die ik de laatste jaren heb gezien. Ik heb echt blauw gelegen van het lachen. Het was ook de invalshoek. Totaal absurde gedachte dat er in China... Paul Vliet wordt geïmiteerd. En dat er duizenden imitatoren van Paul Vliet in China wonen. Dus, Heb je eerst ballet gevraagd bij meneer Van Vliet of het mocht? Nee.
Nee. Ik verwacht ook nog een rekening. Laat even kijken. Een klein stukje. Heb ik boeken, Pavlovie? Heeft u boeken over Paul van Vliet? Ja. Het zijn niet allemaal eerste drukken. Oh, maakt niet uit. Nee, dit zijn alle typetjes. Nee, dit zijn alle liedjes. Ja, maakt niet uit. En dit zijn de liedjes met de typetjes. Ja, dat maar, geeft niet uit. Ik koop alle boeken, Pavlovie. Maakt niet uit wat de boeken. Dank u wel. Helemaal. Ja, het is misschien een onbescheiden vraag, maar u komt uit de Oriënt? China, ja. Uit China? Ja. Ja. Maar wat is dan uw relatie met Paul van Vliet? Ik ben 20 jaar lang bekendste Pavlovie-imitator van China. De bekendste? Ja, ja. Ja, er zijn er meer. Ja, er zijn een paar duizend Pavlovie-imitators in China. Wacht, is Paul van Vliet dan populair in China? Nee. Is ook waar. Ja. Helemaal waar. Zelf is hij daar nooit populair geworden, maar de imitators, ja, die wel. Ja. Hoe verzin je het, hè? Ja. Nou, we hebben het op Paul's 70ste verjaardag gedaan in de Schouwburg. Ja. En ik denk dat je hem daar voor het eerst zag. Alleen toen na afloop kwam hij erachter dat we het niet speciaal voor deze gelegenheid hadden gemaakt. Maar dat we door het hele land daar geld mee verdienen. Ja. En dat kon ook alleen met Paul van Vliet. We hebben het in try-out fases wel eens met Seth Gaikema of zo geprobeerd. Dat is veel minder leuk. Het meest idiote is... Je kan je nog iets van Toon Hermans voorstellen, misschien Freek de Jonge, maar dat ze Paul... De Pavlovie is ook zo lekker. Hij is van 13, ook jouw liedjes, dat Chinezen die zouden zingen. Dat blijft, we gaan naar de test, jongens. De Varengids heeft gepubliceerd wie is de beste imitator van de eeuw. Nee, goed, we hebben het allemaal in de krant kunnen lezen. We hebben het hier aan tafel ook even over gehad met Mark Marie. Want Carlo Bossart is het met zijn imitatie van Mark Marie Huibrechts. En dat is niet omdat wij dat van smaak vinden met z'n allen. Dat is omdat jij... David van Leeuwen namens de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft dat uitgezocht puur op de stem. Is de stem bijna die van het onderwerp? Hè? Het slachtoffer, zal ik maar zeggen. Zo werkt het toch? Ja, dat klopt. Erik staat er natuurlijk vaak in. We hadden je graag de eerste plaats gegund, maar dat is helaas niet zo. Op nummer 48, Erikse imitatie van Paul van Vliet. Daar kunnen we heel even naar kijken, want die is in Kopspijkers geweest. Even 10 seconden, we weten even in welke setting dat was. Niet groot. Ik ben ook heel blij dat ik hier kan zijn, Jack. Ja. Het hele... opbrengst van mijn bezoek aan jou zal gaan naar UNICEF. Goed, mooi. Want er zijn nog steeds kinderen in Tanzania. Pardon? En dat moet veranderen. Nou ja, nam je hem serieus? Ik nam hem om hem te doen. De wedstrijd. Nee, ja, dat kan niet, want het is een mechanisch ding. En imiteren gaat over zoveel dingen. Ik vind het belangrijkste wat je even aan tekst meebrengt. Wat je ermee wie vind jij de beste imitator van Nederland? Erik. Ja. Ja. Ja, Paul Groot. Ja. Op grote afstand. Ja. Maar ik vind types maken eigenlijk nog wel leuker dan imiteren. Dat doe jij, hè? Ja. Ja. Iets meer karakter zit erin. En dat je echt iemand moet verzinnen. Ja, maar Jokees was geen bestaande man natuurlijk. Nee. Ja. Die een familie heeft, die een bepaalde fysionomie heeft... en daardoor een bepaalde manier van praten. En... Knapper eigenlijk. Ja, je moet echt een karakter bouwen. Mm. En dat geeft voor mij een type iets vind meer... Vind je daar moedig, typetje, de imitaties? Ik vind het leuk. Okay, het wordt erg om lachen. Ja. Als tenminste het goed gedaan wordt en de tekst goed is. Ja. Want alleen maar imiteren vind je niet leuk. Je moet ook daarbij een goede tekst hebben, vind ik. Het is een beetje het kermisformaat van het cabaret. Dat ja. We gaan nu even de test doen. Dat wil zeggen, Paul van Vliet heeft vlak voor deze uitzending 2 minuten een petit conference gedaan. En een mooi liedje gezegd, prachtig. Gesproken. Ja. Dat heb jij opgenomen. En nu is het aan Erik, en we kunnen straks zien hoe dat allemaal werkt. Ik geloof dat dat met het scherm correspondeert. Aan Erik om even als Paul van Vliet het liefst iets grappigs te zeggen, eerlijk gezegd. Wat dan ook, ja, of hem te citeren. Ja, maar mag Erik al beginnen? Of kan je eerst uitleggen hoe het gaat werken? Ik wil even uitleggen hoe het gaat werken. Wat ik hier heb is een machine die luistert naar het geluid. En waar hij eigenlijk vooral naar kijkt, is hoe het klinkt. Dus puur de klank... zijn zeg maar de hoge en de lage tonen precies zo als Paul dat doet. Dus inderdaad, de inhoud, daar kijkt hij niet naar. Er zijn natuurlijk wel manieren om dat wel te doen, maar in dit model doen we dat niet. Dus het gaat ook niet zozeer om een karikatuur van iemand, want daar kun je zelfs overdrijven. En mensen vallen daar ontzettend voor. Maar het gaat puur van hoe precies lijkt het. Maar wij zijn nu aangesloten op jouw laptop. Ja. Kunnen wij daar iets zien, zodat de spanning ook bij ons voelbaar is? Of ga je ons gewoon de uitslag vertellen? Er beweegt wat. Ja, er komt een dat is erg belangrijk op televisie natuurlijk. Maar ik zit in het geluid, dus er beweegt nooit wat. Okay. Er komt een score uit en ik zal proberen die score te interpreteren. En, ja, het is woord is eerst aan Paul van Vliet. Absoluut. Ik raar te kijken als je er totaal niet op lijkt. Sorry.
Ja, ga maar hoor. Nee, aan jou natuurlijk. Ja. Oh ja, nee, Paulus, okay. Ja. Ja, zo zal dan dit jaar blijken, tussen 10 en 20 februari... dat Robin Hood in wezen van Friese afkomst is geweest. Zijn voorvaderen blijken Friese te zijn. En daar gaan wij 2 keer 1,5 uur de mensen over het toren zagen. En heel Noord-Nederland gaat dat zien. Okay. Dat zal ik je vertellen. Mannen luisteren. Ik vind het vrij goed, moet ik zeggen. Dat is heel goed. Je kunt op het scherm zien, score is bijna 2. Zo. En ik heb zelfs nog gezegd... van de 10? 2 op een schaal van 1 op 100. Oh, nou, okay. 2 is, dat is de interpretatie die ik wilde geven. 2 is al heel gelijkend. En ik kan zelfs zeggen, als je al die 50 mensen die ik al eerder heb gedaan weer op een rijtje zet en je zegt, kijk, van waar zit die 2 nou? Dan zit die op ruim 3/4. Zo. Dus het is een stuk beter dan de eerste keer. Okay. Nou, ja. Dat klopt ook wel. Toen ik dat hoorde net, ik zat veel te hoog. Ja. Maar ja, ik zit nu de hele week met Paul in een repetitielokaal. Ja. Zijn jullie er al uit? Is de voorstelling af? Nee. De voorstelling is morgenmiddag ongeveer af. We zijn aan het repeteren. Ja, we zijn er middenin. Ja. En dan blijven jullie een week lang in dat Leeuwarden met z'n allen? 10 dagen zo'n beetje. De stad gaat op stelten? Ja, de NVJ heeft een advies afgegeven dat je daar niet heen bent. Robin Hood gaat op 10 februari in première. En is te zien tot 20 februari alleen maar in de Harmonie in Leeuwarden. We moeten... Wij Randstedelingen en Minuten Up North. Tot zover, tot morgen. Ja,